Welkom bij een gloednieuwe vlog. Het is vandaag 14 oktober. Mijn tweede ik. Ja, vandaag. Ben jarig. Ja, ik ben verjaardag. Vandaag Kwartal. vier. Gaat hard. Oeh, vier. Ja, dat is leuk. Wij gaan ook vandaag sowieso eventjes reageren op een vraagstelling die wij hebben gehad vandaag. Onder onze vlog, Karin heeft mij verlaten. Ja, de geitjes, ja, daar gaan we vandaag eventjes wat verder op in. En daarbij wensen wij jullie weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, nou, Roos even in de keuken bezig voor lekker noedels met lekker twee eitjes voor mij. Lekker, want het had trek, ik ook, by the way. Het is nu alweer inmiddels bijna half vier in de middag. Lekker gewoon even een rustig dagje houden. Ook wel even lekker, even nog even lekker van elkaar genieten. Want morgen is het weer schooltijd. Ja, morgen is het gewoon weer lekker schooltijd. Ja, gaat leuk worden. Ja, en dan zometeen eventjes jullie dingen laten zien en voor de buikwand. Dagboek buikwandcorrectie. Onder andere mijn tas. En eventjes een aantal X vragen beantwoorden vanuit de geitjes. Ja. Dus blijf kijken. Een hele goede middag allen. Ja, wat ik al in de intro zei. Wij hebben dus een aantal X vragen gehad onder de vlog van Karen heeft mij verlaten, toch? Ja. En wij hebben eventjes de vragen eventjes in een Word-document gezet. Ja, we hebben wel. Nou ja, kijk zelf even. Zou ik zeggen. En dan gaan we dus nu eventjes op antwoorden. Ja, de vragen even gewoon stellen aan elkaar of gewoon dat je het zelf opleest. Alles mag, alles kan. Oké, we beginnen dus gewoon dan bij Roderick. De geitjes vinden het leuk en dat we gaan trouwen. Ja, ja. Dus de vraag is, hoe lang hebben jullie eerst verkering verloofd gehad totdat deze grote stap kwam om te trouwen? Ja, nou, jij kwam bij het buurtpreventieteam in de wijk. Ja, klopt. En ik had de hele tijd van hij is mijn type niet, omdat ik op dat moment nog heel veel bezig was met mijn ex. Yep. Dus ja, dan ga je ook niet zomaar als je nog in je hoofd bent bezig bent met je ex, dat je zoiets hebt van ja, weet je, ik vind het wel leuk, maar ik ga dan niet zeggen van joh, ik vind je leuk, maar ik ben nog bezig met mijn ex. Ja, dat en ja. Dat schiet niet op. Dat schiet niet echt op, nee. Dus ja, dus ik had zo. Ik zei iedere keer van ja, maar je bent mijn type niet. Nee hoor, je bent mijn type niet. Was hij al wel, maar oké, dat kwam ik pas later te horen van mij. Maar. Ja, dus ja, dat eigenlijk. Ja, we hadden het gewoon goed samen, gezellig, vriendschappelijk, ja. We deden veel dingen samen. En ja, het groeide eigenlijk naar elkaar toe, terwijl ik jouw type nog steeds niet was. Nee, en het was eigenlijk eerst een soort van broers-zussen-relatie volgens mij. Ja, soort van. Je voelt elkaar aan, maar je hoeft niks met elkaar te doen verder op intiem gebied. Of gewoon gezellig, leuk, gezellig, grappig, rollen. Jij vond filmen leuk en ik vond fotograferen leuk. Nou ja, ik trek elkaar. Jij houdt van dieren, ik hou van dieren. Ja. Ik ben ook wel van natuur. Jij ook wel iets met natuur, geloof ik? Ja, klopt. Ik word juist rustig van de natuur. Zoals even lekker op het strand lopen, daar word ik ook heel rustig van. Daar kan ik rustig van worden. Ja. Nou ja, en dat vind jij ook leuk. Jij loopt aan de post. Nou, dat is ook gewoon buitenwerk. Ja, alleen als het regent is niet zo leuk. Regen nee, vind ik vooral lekker om binnen te zitten en naar regen te luisteren. En daar word jij ook prettig van. Ja. Ja, gewoon lekker even lekker op bed liggen en dan gewoon lekker. Of gewoon op de bank. Of gewoon op de bank zitten en dan gewoon lekker. Eigenlijk geen tv aan, gewoon alles eigenlijk uit. En dan gewoon lekker luisteren en naar die gewoon regen op en op de ramen. Heerlijk. Ja, klopt. Klopt. Ja, goed. Van het een kwam het ander. We hadden ergens een reis gemaakt naartoe.
En ik had die avond een vergadering. En er was wat vertraging met de trein, geloof ik. Ik weet niet precies meer, maar iets. Het was heel krap. Dus ik had met jou in de ochtend afgesproken van nou, we gaan daar naartoe. Maar ik heb vrouw een vergadering. Ik neem wat kleding mee naar jou. Dan kan ik me jou verkleden, dan meteen door naar die vergadering. Want jij ligt halverwege tussen mij en de vergaderlocatie. Ik dacht, nou, dat is mooi. Ja, ik niet helemaal naar huis. En nou. Dat was volgens mij dat en dat we naar mama toen zijn gegaan. En dat we heel snel weer. Ja, of was dat naar Ede? Utrecht ergens, dacht ik. Ede, Wageningen, Utrecht. Ja, in elk geval. Erg, maar we zijn weg. Het was uit de buurt, het was met de trein. En er was ergens iets van vertraging, gemiste trein of iets anders. Maar goed, ja. Dus het was haast, krap, krap, krap. En omdat ik dus het ontvangstcomité ben, moet ik dus precies om 6 uur al, en liefst eerder, om alles op orde te maken, aanwezig zijn. Ja. Dus. Dan zit je daar met een tafeltje, stoeltje, verder niks eigenlijk. Een kopje iets te drinken en je telefoon. En dan krijg je toen kreeg hij een heel leuk appje van mij. Ik begon je net leuk te vinden, volgens mij stond erin. Ja. Dus ik app terug. En nu niet meer? Nee. Maar ja, jij en dus, jij hebt humor. Ik heb ook humor. Maar soms botst het wel eens, maar goed. Maar dat hebben we altijd. Ja. En nou, het bleek dus gewoon heel gezellig te zijn altijd. En ja, jij zat nog steeds met je ex in gedachten volgens mij. Ja. Dus dan wil ik wel weten, van, nou, waar ben ik nou aan toe? Ja. Dus dan stel ik de vraag van, weet je wel, wil jij ooit in de verre toekomst misschien optioneel mogelijkerwijs met mij een bepaald ritueel uitvoeren? En toen was mevrouw Kwebbelkous even stil. Ik van oké, nou dan gaat het dus niet door. Daar was je heel bang voor inderdaad. En van nou kijk, maar ja, het is gewoon een vraag van ja, misschien zegt ze ja en misschien zegt ze nee. Van ja, prima over 10 jaar of zo, weet je wel, maakt mij niet uit. Maar zij bleek dus al langer gevoelens richting mij dan ik richting haar. Ja. Heel bizar. Dus ik stelde de vraag van, nou, ik wil wel duidelijkheid hebben van, ja, weet je wel, ik kan je wel gezellig altijd met jou optrekken. Maar ja, ik moet ook eens een keertje iemand ontmoeten om mij verder mee te gaan. Dus dan stel je zo'n rare vraag. Toen was het even stil. En de volgende dag, geloof ik. Ja. Want ik had dus op. Want hij zei zo van, nou, dan ga ik wel even de hondjes doen. Dan kun je even nadenken. Ja, is goed. In die tussentijd heb ik dus mijn moeder gebeld. Corina Luisterburg, die jong, die is ook aan het vloggen is. Van, joh, mam, ik ben een beetje emotioneel. Want Roderick die heeft mij gevraagd. Maar ik weet niet hoe ik ja moet zeggen. Nou, zegt ze. Dat kun je op een hele leuke manier doen. Ik geef wel een aantal tips en die tips heb ik dus ook opgevolgd. En ja. Daar werd hij weer stil van. Ja, dat was de volgende dag pas. Dat ja? Dat jij iets had binnen huis gehaald en het lag op tafel. Ja. Ja. Dus ik zie van alles op tafel liggen. Behalve dat ene waar het om gaat natuurlijk. Want dat is natuurlijk niet voor mij. Bleek het wel voor mij te zijn. Schrik. En je had nog allerlei andere personen nog gewatsapt geraadpleegd, toch, of niet? Nee, alleen je moeder. Alleen mama had ik geraadpleegd. Oké. Okay. Ja, dat is wel leuk, toch? Ik dacht nog dat je ex geraadpleegd had, eventueel. Was dat in een eerder stadium? Dat was eerder. Oké. Okay. Dus. Nee, maar mijn ex die had ik dus vele malen eerder geraadpleegd. En die zei ook als van, ja, maar als jij gelukkig wil zijn met Roderick, ga je gang. En toen vond ik het eigenlijk moeilijk om hem eigenlijk ook los te laten. Omdat het gewoon, ja. En je hebt toch een hele goede tijd met hem gehad. Ja. En 6 weken van tevoren, ja, dan. Hè, en dan zou je eigenlijk ook met hem gaan trouwen. En dan zegt hij het af. 6 weken van tevoren, ja, dan ben je daar boos over. En dan ben je toch eigenlijk wel weer vrienden, maatjes. Ja, en die maatje wil je dan op dat moment niet kwijt raken. Nee. Ja, en dan ga je toch heel voorzichtig dat vragen voor jou, luister, ik heb iemand ontmoet, maar vind je dat erg? Nee, ik wil juist dat jij gelukkig wordt. Oké. Nee, belangrijk. Ja. Ik wil ook dat jij gelukkig wordt. Ja, nou, en
En dat ben ik ook met jou. Met mij? Oh, dat is even schrikken. En met mezelf, scheelt weer. Met jezelf, dat scheelt ja. Eigenlijk. Oké. Okay. Nou, tweede vraag. Vraag 2. Roderick, stel jij ontdekt dat je aanstaande je heeft bedrogen met een andere man. Zou je dan de bruiloft nog door laten gaan? Dat is dan voor mij. Karen, ja, dat is dus voor mij. Roderick, stel. Er staat Roderick bij. Roderick. Oh ja, 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 sorry. Ja, zo. Ja, dat kan. 2. Roderick, stel jij ontdekt dat je aanstaande je heeft bedrogen met een andere man. Zou je dan de bruiloft nog door laten gaan? Ik ben zelf namelijk bedrogen voor het huwelijk, vandaar mijn vraag. Nou kijk, het ligt er natuurlijk aan. Is dat bedrog structureel of is het incidenteel van ik ben helemaal hoofd op de botel van mijn kaart geweest. Ik ben ladderzat geweest, et cetera. Alle mogelijke excuses. En kijk, het gaat erom. Hoe gaan we er nu mee om? He? Ze heeft iets, misschien iets gedaan ooit een keer. Ja, jammer dan. Kun je het over hebben? Kan je eerlijk over zijn? Kan je niet eerlijk over zijn? Is ze er eerlijk over? Oké, weet je wel. Eén keer kan ik begrijpen. Zijn we eenmaal getrouwd en ga je dan vreemd? Dan is het van oké. Dan heb je het helemaal zelf gedaan. Niet alleen de lusten, ook de lasten. Je krijgt de vuile was mee. Ik ben weg. Doei. Heel simpel. Dus het ligt een beetje aan de situatie. Oké. Karin, stel jij ontdekt dat je aanstaande je heeft bedrogen met een andere vrouw. Zou je dan nog de bruiloft door laten gaan? Ik ben, want dat gaat heel goed gezind. Ja. Ik ben dan weer iemand die dan zou gaan praten voor jou. Wat is er aan de hand? Waar kan ik mijn dingen nog verbeteren? Want ja, twee keien, twee schuld. Want als een man vreemd gaat of een vrouw vreemd gaat, ja, dan kom je toch ergens iets te kort, lijkt mij. Dus ja, dan ben ik weer iemand die gaat in gesprek van oké, waar ligt het aan mij, ligt het aan ons, ligt het aan jou, wat is er aan de hand? Nou, en dan stel het ligt aan ons beiden, of aan mij of aan hem. Gewoon eerst gewoon goed praten en dan kan je altijd nog even zeggen van joh, ik wil eventjes een week of even bedenktijd. Maar zoals ik nu het zou zeggen, dan zou ik zeggen, ik zou het gewoon nog door laten gaan. Ja, want iedereen maakt fouten in zijn leven. Iedereen. Dus ja, dat ben ik dan weer. Ja. Karen, hoe lang heb jij al reuma? Nou, de reuma die ik heb, dat is de syndroom van Reinoud. Renaud? Ja, Renaud. Die heb ik sinds de hittegolf van de zomer 2014. Die is helaas zomaar op mijn pad gekomen. Ik zat op dat moment ook toen met mijn ex hier op de bank. We waren tv aan het kijken en in één keer zit ik zo. Helemaal pimpelpaas. Toen zei mijn ex ook al van, dit klopt niet. Nee, dat klopt ook niet. Hij heeft foto's gemaakt de volgende dag en naar de huisarts. En die zei ik als, oh, ik ken dit wel. Oh ja, dit is reuma en je bloedvaten. Nee, leuk. Dus ja, daar heb ik ook zelf niet voor gekozen. Nee. Toch? Nee, je hebt er niet voor gekozen om reuma te krijgen. Nee. Jammer. Volgende vraag. Willen jullie kindjes als jullie getrouwd zijn? Want jullie zijn beide gek op kinderen, zie ik op de vlog. Want jullie werken met kinderen. Ja, dat klopt. En nou, we werken inderdaad met kinderen. Hoe bizar. Heel, allebei. Heel leuk. Op school. Op school. Op dezelfde school werken we met andere kinderen. Ja. Toevallig. Ja, oké. Okay. En jij beneden mij. Ja, ik werk onder mijn lokaal. Ik werk onder jou. En ik werk boven jou. Ja, de bovenbouw. Ja, precies. De onderbouw. Onder goede bouw, even goed onderbouwen dan. Ja, precies. Oké. Okay. Ja, er is altijd wel een kinderwens van mij geweest. En ook van jou. Yep. En als we dat samen kunnen realiseren, dan zou dat leuk zijn, denk ik. Yep. Toch wel. Ook al is het niet ons eigen kind, is het wel gewoon dat je dus ook nog eens een keertje een kind kan adopteren of een pleeggezin kan worden. Of iemand een kind dus een goed huis bieden wat stabiel is, vriendelijk is en emotioneel. En juridisch allerlei waarden meebrengt, dat het een goede toekomst heeft. Yep. Want waarom ik dat nu ook zeg, ik heb zelf namelijk ook in een pleeggezin gezeten en ook in tehuizen. Dus ja, ik weet hoeveel kinderen dus eigenlijk zitten te wachten op gewoon een
veilig plekje bij pleegouders of anderszins. Ja, yeah. En toen had ik nog een andere vraag, dat is leuk. Karin, of ik wel of geen kinderen wil, omdat ik dus een buikwandcorrectie heb gehad. Ik zou wel inderdaad kinderen willen, maar dan komen we inderdaad weer op de vorige vraag. Omdat we dus inderdaad met kinderen werken. Wat ik dus net al zei, ja, ik heb dus inderdaad in een thuis en bij een pleeggezin gezeten. Dus ja, het is eerst even kijken hoe ik uit en uit de operatie kom. Want ja, ook dan kan je nog van gedachten veranderen of je wel of geen eigen kinderen wil. Dus daar wil ik eerst op wachten en dan kan ik er nog altijd weer daar eens een keertje een goed antwoord op geven. Ik denk dat dat wel even beter is om na mijn operatie, om dan eventjes een goede antwoord dan erop te kunnen geven. Ja, eerst herstellen. Ja. Dan heb je ook weer een emotioneel, psychische lading verwerkt. Daarom. En dan kan je weer naar de toekomst kijken. Inderdaad. Ja. Dus die vraag hou je nog sowieso van mij te goed. Heel goed. Wat is ons leeftijdsverschil en merken wij dat met onze dingen? We hebben een aanmerkelijk leeftijdsverschil. Ja, want ik ben 31 en jij? Ik ben 50. Ja. Dus er zit een redelijk leeftijdsverschil tussen. Hoe toevallig, mijn zus heeft een iets groter leeftijdsverschil met haar man. Dat was voor mij wel even een issue, omdat ik veel ouder ben dan jij. Nou. En ik heb wel wat van, eten. Nou, we maken het uit als je maar gezellig hebt. Ja. Hetzelfde zei mijn zus, leeftijdsverschil maakt eigenlijk niet uit. Je wordt samen oud. Mm-hmm. Nee, ik ben iets sneller dan jij. Mm-hmm. Ik ben iets sneller dan jij. Kun je wel opzoeken in het bejaardenhuis? Is leuk. Ja, is goed. Is goed, 6,5 nog. Ja, tuurlijk. Denk jij dan? Ik wel. Ja, ja. Dus. Merken met de dingen. Ja, het is natuurlijk wel zo dat ik een avondmens ben. Dus als je de hele dag intensief bezig bent geweest, dan merk je wel dat je wat eerder moe bent. Dat is het enige. Ja. Ja, ik ben soms iets van, dan gaan we door, tot je er eigenlijk bij neervalt. En ja, maar heeft dat leeftijd gebonden? Eigenlijk niet. En we houden van heel veel dingen. Waar ik van hou, hou jij eigenlijk weer van. En waar jij van houdt, hou ik ook weer van. Okay. En we helpen elkaar, net zoals met postlopen, help ik jou. Net zoals die ene filmpje op Facebook over en over die partner. Nou, daar gaat dit ook weer eigenlijk om. Ja. Ja. Ja, de Postwijk. Ja, de Postwijk. Als ik iets eerder klaar ben, kom ik naar jou toe. Als jij iets eerder klaar bent, kom je naar mij toe. Ja. Dus het vult elkaar aan, zeg maar. En de wijken lagen eigenlijk naast elkaar, gedeeltelijk overlappen, toch? Ja. Dus dan neem ik een deel van jouw wijk mee en een deel van mijn wijk mee. Ja. En het wordt gewoon weggebracht. En het belangrijke is dat die post bij de mensen thuis komt. Mm-hmm. En hoe het dan daar komt, ja, dat is niet zo interessant. Nee, ja, maar net zoals nu ook met PostNL. Help ik je ook dat, hè? Dat jij gewoon de post in mijn bak doet en ik rij lekker mee? Ja, dat is gezellig. Dan kan je met twee fietsen kan je in plaats van een karretje kan je rijden. En, ja. En de post wordt gewoon door mij bezorgd. En je bent weer wat sneller. Ja. Hoef dan niet heen en weer te rijden, dat scheelt heel veel. En je hebt een gezellig iemand naast je die de boel in de gaten had als ik dus de post bij de mensen breng. Dan blijft het karretje dus bewaakt, mijn fiets blijft bewaakt. En Er zitten soms pakketjes in die een bepaalde waarde hebben. En ja, die moet je dan eventjes af en toe alleen laten. En als jij er dan in de buurt bent, dan komt niemand aan het karretje. Nee. Is wel handig. Of aan mijn fiets, wat is het? Dit ook veel weinig post is. Het is op wielen. Ja. Maar leuke vraag inderdaad. En dus samen beantwoord. Ja, en ik zou zeggen, mensen, lieve kijkers, vraag. Gewoon vragen. Mochten jullie vragen hebben, stel ze en wij gaan ze wel weer beantwoorden. Ja, eventueel in een vraag en antwoord vlog zoals dit. Ja, en anders maken wij eens een keer een Q&A aan. Een live Q&A. Dat kan ook in live gaan. Ja, maar dan wil ik dat wel eens een keertje doen na mijn operatie. Ja, natuurlijk. Want dat ga ik nou even niet redden trekken, weet ik het allemaal. Nee.
Nee, maar je kan ook mailen, heb je vragen. Zo kunnen we die vragen verzamelen. Wat is ons mailadres? Dat is, ja, die heb jij aangemaakt, maar ik ga hem even kijken. Wat ons, dat is vlogkarinrot@gmail.com. Allemaal aan elkaar. Ja. Dus, vlog, VLOG, Karin, C-A-R-I-N, Rot, R-O-D, en dan een @ gmail.com. Ja, .com. Voor de mensen die het niet snappen. Ik noem het altijd een dot. Want als je meneer punt heet, heet het punt.com, punt.com, weet ik het. Zoals mijn vrienden @nl. Ja, weet ik niet. Dat is het, we hebben een heel speciaal e-mailadres. Dat is @.nl.@.nl. Daar word je helemaal niet meer wijs uit. Nee, maar ik zeg het eigenlijk altijd gewoon van .nl. Omdat er zijn ook mensen die dyslexie hebben die het niet begrijpen. .com. Dus dan is het gewoon .com. Ja, dat klopt. Dus. Ik ben erg Engels georiënteerd, dus soms gooi ik er een Engelse term doorheen, omdat ik het Nederlandse variant er niet van weet. Heel geef niet hoor, schat. Heel ik irritant voor jou. Van je. Het scheelt weer. Zoiets als recupereren. Weet het Nederlandse term er niet van. Blijkt gewoon herstellen te zijn, maar ik kon ik even niet opkomen. Nee, dat maakt niet uit. Ja. Dus, en zoiets als een accidentje, dat is weer een Vlaams woord. Wat is dat nou voor een raar ding? Nou, dat weet ik ook niet. Dat is dus een ongelukje. Een accident. Nee, daarom. Maar de geitjes, dank jullie wel voor jullie vragen. We hopen dat de vragen duidelijk zijn. En mocht je meer vragen hebben, stel ze gerust. En we bijten niet. Altijd handig om zo'n doos te bewaren, want je weet maar nooit wat daarin zit. Dat vindt die doos heel erg interessant. Hè? Ja. Kat in bakkie. Dat is leuk. Een kat in de doos. En beter een kat in de zak kopen. En Poes 2 heeft de doos ook al gezien. Poes 1 zit er al in. Wat is er omheen? Wat is dat voor een raar ding? Ja, er zit een gat in. Ik kan een andere poes ruiken. Dan rijst even de vraag, waarom wil een kat in een doos zitten? En het beperkt zich niet tot huiskatten. Er is ook een test gedaan met tijgers, dacht ik, in de dierentuin. Ze hebben ze over een doos neergezet. Nou, die doos werd helemaal vakkundig gesloten van binnenuit uit. Dus dat was grappig. Nee, het is niet jouw doos. De doos wordt verdedigd. Sluk. Ga maar kijken. Ga maar in de doos, Lof. Toma, ga kijken dan. Ga kijken dan. Nee, hier aan de doos. Hé, hey, hier. Ga kijken dan. Ga kijken dan. Nu maar bezielig. Ik ben zielig, want ik mag niet in de doos. Maar gaat er wel in hoor. Ga maar kijken in de doos.
Niet een beetje snurt op tafel niet. Ja. Och, mevrouw is zielig. Ik zie hoe met pluifjes aan het spelen, maar mag niet in de doos. Meneer gaat erbij leggen. In zijn doos. Ja, die wordt weer straks gevuld met andere dingen wat in die andere doos zit. Dan legt die doos over, dat is leuk. Ja. Deze doos is nu gevuld met kat. Kat in het bakje, je moet dat wel eens. Ja, je wordt in de raad gehouden. Kom maar kijken, ga erin dan. Jumping! Ja, jumping! Doe maar. Ga erin. Ja. 1, 2. Doe maar. Wat als je daar hondensnoepjes in de doos legt? Weet ik niet. Hij zit er vandaan. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Nee, ik weet niet. Alles wordt nou letterlijk in de gaten gehouden vanuit de doos. Nee, Poesje? Mijn laatste weekend zo. Ja. Mijn laatste zondag. Heel bizar. Die zag ik even niet, maar die stak de neus net eroverheen om te ruiken. Die zie ik dan wel weer op de vlog. Wordt wel verdedigd, die doos. Dus erin springen is een no-go. Ga maar kijken, Lof. Ga kijken. Nee, waar is Speedy? Wat zit er in de doos? En waar is die rode? Ga kijken wat dan. Wat zit er in de doos? Ga maar. Kom kijken. Kom kijken. Nee, eerst even mijn haartjes, want er helpt me zo mijn haartjes komen los. Ga kijken dan. Ga kijken dan. Wat dan niet hoor. Geef je wat en je doet het niet. Kijken, maar er zit wat in de doos. Ja! Hier ook graag een doos hebben. Daar weet ik maar één van. Wat je kon doen en dat is haar erin knallen. Ja, lachen. Ik heb een vlogcamera in mijn handen. Zo. Ja. Kijk dan, hallo. Ja, wat is dat allemaal, hè? Wat heb je dan in de doos? Wat is dat dan? Lekker bij zitten. Wat ben je? Ligt zeker lekker in de doos. Veiligheid. Lekker, kom maar, Piet. Hele been, kom maar. Piet, kom maar. Lekker in de doos. Nee, geen zin meer.
zal ik jullie even laten zien wat ik al in mijn tas heb. Ja, Roderick die gaat de camera vasthouden en ik ga even een beetje de lekkere vliegensvlucht doorheen. Ja, nou ja, en nou heeft Roderick mij even verlaten. Ja. Even. Nee, hij is eventjes in mijn rondjes uit en hij is even naar huis om even wat op te halen. En daarom sta ik ook even weer even alleen deze vlog even af. Morgen is het weer lekker naar school toe. Werken met de kindjes. Daar ben ik helemaal blij mee. En wij willen jullie gewoon graag bedanken voor het kijken naar deze nieuwe vlog. Nieuwe vlog, ja hoor. Naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Vooral dat duimpje omhoog doen. Vergeet niet te abonneren. Dan kun je ook het belletje gelijk aandoen. En laat even een leuke reactie achter. Dankjewel en tot morgen. Doei.